nog even. Duits, Frans, Nederlands, niet. Welkom bij deze speciale uitzending van DRC TV. We zijn hier in het prachtig mooie Dordrecht. En vandaag begint de Six Nations. Een rugby-evenement wat jaarlijks terugkeert tussen de 6 toplanden op Europees niveau van rugby. Hier zijn wij in Café de Klannenmeulen en daar zal dadelijk gespeeld worden. En we gaan even naar twee fanatieke supporters van Italië en Schotland. U bent van de rugby? Ja. De Springbokken? Nee! Uit Zuid-Afrika. Nee, nee, nee. Meneer, ja, ja. We spelen Six Nations, dan heeft dat niets met Zuid-Afrika te maken. Excuseer voor deze onderbreking. We zijn hier representant voor Italië en Schotland. We beginnen met Schotland. Waarom gaat Schotland winnen? Schotland heeft gewoon het beste team. Schotland heeft zo'n sterk hart. Dat is echt... heerlijk om die te zien spelen. Die geven gewoon nooit op en die gaan tot de laatste minuut gewoon keihard door en die gaan Italië helemaal verslaan. Echt niet. Echt niet. U hoort het, dames en heren. En wat maakt Italië zo sterk als team? Honderd ook, hè. Als het team, dus we zullen wel zien. Jullie spelen ook allebei rugby in elkaar, grote kerels. Ja. Ja. Ik ben een center. Center. En wat bent u? Ik ben nummer 8. Nummer 8. Oké. Okay. Oh nee, sorry. Tweede rij. Tweede rij, joh. Tweede rij, tweede. Oké. Okay. Nou, jullie weten de strijd. Nee, nee, nee. De bokken. Nee. Sorry voor deze onderbreking. Sorry voor deze. U ziet het, dames en heren. En we gaan nu door naar het volgende etablissement voor de volgende wedstrijd. Bedankt, Sobert. Kom met me mee. Anders. Oké. Ja, wij zijn hier nu bij het volgende etablissement. We zijn vertrokken bij de Klannenmeulen en nu zijn wij bij Scheffers Huiskamer. Een zeer gezellige kroeg. En ook hier heeft het rugbyvirus al om zich heen geslagen van de Six Nations. De bokken, waaien goed, waaien goed. Die gaan het doen. De bokken gaan het doen. Het is Six Nations, dat is Europese aangelegenheid. Zuid-Afrika heeft niks van doen met Six Nations. Ik ben... leuk dat u er bent, maar... ja, oké. Okay. Even uit het shot blijven, dank u wel. De bokken. Wij zijn hier met twee aanhangers van Schotland en Frankrijk. Twee hele goede teams in de Six Nations. Wales. Oh, sorry, excuseer. Ik... Wales. Als eerste, Wales. Waarom vindt u Six Nations zo mooi? Ja, kijk, alles wat erin doet. Country, cultuur en natuurlijk Wales gaat natuurlijk winnen, dus dat is waar we naar kijken. Goed om te horen. En u meneer, u bent aanhanger van het Franse team. Kunt u mij zeggen, waarom vindt u rugby zo leuk? Ik heb je bevraagd wat ik zei. Parle français, effectivement. Ben je wat ondertitelen? Of? You're in the goddamn language, man. Ja, ik zit hier met een probleem. Is er, tolken zijn ook niet. Hij bedoelt te zeggen is dat Frankrijk wel zeker een goed team is en dat hij zelf ook rugby speelt bij de Dordtse rugbyclub. Ah, c'est le rugby. Ah, le rugby, bah oui, c'est super le rugby. Moi j'adore le rugby. Et il faut venir ici pour regarder le match. Hein. Un super match. Parce que le rugby c'est avant tout c'est de la poésie. Le rugby c'est gratter gentiment le dos de son adversaire avec tendresse pour lui expliquer qu'il ne pouvait pas être là. Mettre un bourre-pif, une petite châtaigne de temps en temps. Et surtout le tour avec amour, faire un gros plaquage, lui mettre la tête dans le sol avec amour. C'est vraiment super ce tournoi, c'est une grosse tension et tout. Bête. U hoort het, dames en heren. Ik zal het voor u vertalen. Wat hij zegt is dat we allemaal moeten komen kijken naar de Six Nations wedstrijden. Hier op Super Saturday. En dat is een zeer bijzondere dag. En hier zullen we dus inderdaad feestvieren. En avec du vin rouge. Avec du vin rouge. On prend du vin rouge. U hoort het ook met de Cassis. Du pâté, du fromage et tout ça. Cassis, de bokka! Young country, go back to your country. Het gaat nu al klaar, dames en heren. Dankjewel. We gaan door naar het volgende etablissement. Ja, hier zijn we dan. Het weer is misschien niet optimaal, maar de stemming is vandaag prima. En zal zeker ook op Super Saturday fantastisch zijn. We zijn hier in het derde etablissement waar wij de laatste wedstrijd zullen aanschouwen. Dus dat zal er zeker een kraker gaan worden. Het zal zijn tussen Ierland en Engeland. En bij de Mood hier in Dordrecht gaat u met me mee. Twee fanatieke aanhangers van beide landen zitten hier al rustig te voorbereiden met een balletje erbij. Toch wel enigszins gebroedelijk mag ik zeggen, dus de stemming is nog redelijk goed. Ik ga eerst even naar de Engelse aanhanger. Kun je mij vertellen, speel jij zelf ook rugby? Jazeker, ik ook. En speel je zelf ook rugby? Ik speel ook rugby, zeker. En ondanks het feit dat het toch een internationale wedstrijd is van enig belang, zitten jullie toch gebroedelijk naast elkaar. Ik vind dat zeer mooi. Wat is eigenlijk een van de mooiste dingen die rugby te bieden heeft? Nou, het rugby is een mooie sport. Op het veld ben je tegen elkaar, maar na de wedstrijd is het
Samen met de U hoort het is een Europese middag. Het zal zeker zonder Zuid-Afrika zijn. Komt allemaal met grote groepen en met ons feestvieren op Super Saturday. Tot ziens! De Bokka!